Allereerst de beste wensen. Dat mag nog, denk ik, tot de nieuwjaarsreceptie van de koning volgende week. En vandaag was dit ook de eerste ministerraad in 2017. Een moment om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Maar voordat ik dat doe, wil ik stilstaan, zoals we dat ook in de ministerraad hebben gedaan, bij de verschrikkelijke aanslagen die Turkije, Irak, Israël en Afghanistan in de afgelopen weken getroffen hebben. Het jonge jaar kent nu al heel veel slachtoffers en al heel veel verdriet. En onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de nabestaanden. En we blijven dus ook vastberaden in de wereldwijde strijd tegen terrorisme. We hebben ook gesproken over de gebeurtenissen in Nederland rond de jaarwisseling. Ik kan er op verschillende manieren naar kijken. Er waren ruim 10.000 incidenten. En als je dan gaat kijken naar andere jaren, dan is het bizarre feit dat er weer minder waren. Dus met 10.000, lijkt mij heel erg veel, was dat minder dan in voorgaande jaren. En tegelijkertijd is dat aantal nog steeds veel en veel te hoog. En dat is op zichzelf al zorgwekkend en onacceptabel. Dan kun je, daar hebben we het uitgebreid over gesproken, allerlei maatregelen nemen om de politie te versterken en de daders strenger te straffen. En dat doen we ook op alle mogelijke manieren. Via vervolging door het Openbaar Ministerie, met verdubbeling van de strafeis, dat gebeurt. Via het politie-instrumentarium, bijvoorbeeld door invoering van die uitschuifbare wapenstok. En door pilots met bodycams. En via extra geld voor veiligheid en justitie. Er gaat dit jaar 450 miljoen extra naar veiligheid en justitie. En natuurlijk kijk je tegelijkertijd constant of het voldoende is qua geld en bevoegdheden. En dat doen we dus ook. Maar ik wil er wel iets aan toevoegen. Want dit lossen we niet op met alleen regels, met wapens en geld. De bottom line is dat iedereen moet beseffen dat dit gedrag, geweld tegen elkaar, geweld tegen politie, geweld tegen hulpverleners, vernieling van andermans eigendommen, dat dat gewoonweg onacceptabel is. En dat is echt een mentaliteitskwestie. Ik heb daar eerlijk gezegd in de afgelopen dagen in het publieke debat te weinig over gehoord. En ik vind dat we dit niet normaal moeten vinden. Deze daders hebben ouders, die hebben vrienden, die hebben buren, die hebben broers en die hebben zussen. Dus, meer wapens? Ja. Hogere straffen? Ja. Extra geld? Dat komt er. Maar ook elkaar aanspreken, corrigeren, opvoeden. Want daar begint het. Dan 2017. Naast de onderwerpen die ik al noemde, is een andere opdracht voor dit jaar ervoor te zorgen dat in Nederland iedereen in zijn eigen leven gaat merken dat we het als land beter aan het doen zijn, dat we sterker uit de crisis komen. De economie groeit door, vandaag positieve berichten over de exportcijfers. De korte dalen verder en steeds meer mensen vinden een baan. Maar we zijn pas tevreden als iedereen ervaart dat het herstel ook echt is ingetreden. Daar blijven we aan werken, ongeacht of er wel of geen verkiezingen zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren in de ouderenzorg. En daarom heeft de ministerraad vandaag besloten, op voorstel van staatssecretaris Martin van Rijn, om 100 miljoen euro te investeren in de verpleegzorg. En met dat geld kunnen we, op de plaatsen waar dat het meest nodig is, extra medewerkers laten aannemen. En door deze maatregel worden medewerkers in deze verpleeghuizen minder zwaar belast. En daardoor kunnen ze meer tijd en meer aandacht besteden aan bewoners. Want meer kwaliteit van de zorg voor onze ouderen, dat is waar het hier om draait. Okay, wie van u kan ik het woord geven? Premier Rutte, er is nogal wat zorg over dat Nederlandse politieke partijen eventueel gehackt worden in verkiezingstijd. Wat kan het kabinet daaraan doen? Ja, goed, we moeten daar met z'n allen natuurlijk ongelooflijk alert op zijn. Het is zonder meer voorstelbaar dat andere landen geïnteresseerd zijn om te interveneren in de Nederlandse politieke processen. Daar is ook aandacht voor gevraagd, onder meer door de Binnenlandse Veiligheidsdiensten, AIVD, het jaarverslag 2015, maar ook door de NCTV en het Cybersecurity Beeld Nederland 2016. We zijn alert. We zijn met elkaar, ook in de politiek, ik zal gisteren bericht geven bij RTL, dat draagt allemaal bij aan het niet naïef zijn. Je ziet dus dat het kan.
We zetten in op een veilig en ongestoord verloop van de komende verkiezingen en de bijbehorende campagne. En daarbij is natuurlijk altijd aandacht voor de fysieke veiligheid, maar ook in belangrijke mate voor de digitale veiligheid. Maar krijgen politieke partijen ook steun vanuit de centrale overheid? Alle steun die nodig is, wordt gegeven. Er zijn al gesprekken geweest van politieke partijen. De Kamer is zeer alert. We werken er heel nauw mee samen. Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft ook extra geld gekregen in de afgelopen jaren. Ook belangrijk. Behoorlijke extra middelen zijn er naartoe gegaan. Ook in de begroting 2017 gaat er extra geld heen. We hebben allemaal opgericht om ervoor te zorgen dat wij er alles aan doen. Dat deze hackpartijen niet ons proces kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd, je weet niet wat je niet weet. Hè. De vraag is dan, gebeurt het nu al? Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het gebeurt. Maar we mogen niet naïef zijn, we moeten alert zijn. Want je weet niet wat je niet weet. Dank u wel. Aanvullend, meneer Rutte. Welke landen zouden er belang bij kunnen hebben om de Nederlandse verkiezingen te beïnvloeden? Ja, ik kan daar als minister-president natuurlijk niet op ingaan. Maar u bent zeker in staat om ze te bedenken. Ja, maar welke kant zouden ze de verkiezingen dan op kunnen sturen, willen sturen? Ik ben die landen niet. Wij zijn niet die diensten die het daar doen. Maar er zijn natuurlijk allerlei denkbare argumenten waarom landen bereid zijn om zich in zo'n verkiezingsproces te mengen. Om de uitslag in een richting te brengen die voor die landen aantrekkelijk is. Of Wat zou voor de Russen een aantrekkelijke uitslag kunnen zijn dan? Ja, ik ga niet over speculeren. Maar daar moeten we wel aan dat soort landen denken, aan Rusland bijvoorbeeld. Ook daar zeg ik niks over. Dit is echt een zaak. China. U bent zelf zeker in staat om daar verstandige dingen over te zeggen op televisie. U zegt dat de Tweede Kamer alert is, maar is dat wel zo? Want ze hebben pas gisteren een speciaal team ingesteld nadat berichtgeving van RTL Nieuws duidelijk maakte dat accounts toch vrij makkelijk te hacken waren. Dat is niet echt een toppen van alertheid dan. Nou, het is niet mijn waarneming dat de Tweede Kamer of de politiek dit thema niet serieus neemt. Volgens mij wordt het heel serieus genomen. Maar het is zeker zo, dat zei ook de fractievoorzitter van de SGP gisteren na die hacks die hadden plaatsgevonden, dat dit natuurlijk helpt om, waar je nog maar een laatste sprankje niet scherp zou zijn, om die scherpte wel te hebben. En daarmee is er geen garantie dat het niet gebeurt. Die garantie is er echt niet te geven. Je kunt alleen een garantie geven dat je er alles aan doet met elkaar om dat te voorkomen. U zegt de Kamer is alert. Is niet de Kamer is te laat wakker geworden, een betere omschrijving? Ik heb niet die waarneming, nee. Dit is een zaak die de westerse samenlevingen, en alle samenlevingen, maar zeker ook de westerse samenlevingen raakt. In de afgelopen paar jaar is dat natuurlijk hevigheid toegenomen. We zien alle discussies in andere landen erover. Maar de laatste verkiezingen nog heel sterk gingen over de fysieke veiligheid. Zal deze keer ook zeker naast fysieke veiligheid de cybersecurity een groot thema zijn. Vraag. Meneer Rutte, wat moeten mensen hier nou thuis van denken? Wat moeten die hiermee? Wat bedoelt u? Nou, over die hacks. Moeten die gewoon veilig gaan slapen en morgen gewoon weer doen alsof er niks aan de hand is? Of hebben die echt iets om zich zorgen om te maken? Nou, ik denk dat we als samenleving niet, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, we kunnen niet naïef zijn. Het is niet zo dat Nederland een eiland is. Via onze social media, via onze uitgebreide IT-netwerken zijn we internationaal verbonden. Dat zijn ook instrumenten waar mensen kunnen proberen om dingen te doen. Zoals ook in het fysieke domein je de zak kunnen rollen, je portemonnee kunnen stelen, je huis kunnen inbreken, kan dat ook in het cyberdomein. En dus is het van belang om als regering er alles aan te doen. En dat doen we via het Nationaal Cyber Security Centrum, er alles aan doen. Met geld, met middelen, met voorlichting. Maar het is wel een gezamenlijke verplichting. Het is iets dat de overheid het in zijn eentje kan. Het is niet voor niks dat Herna Verhagen mij, maar ook de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, in september vorig jaar het rapport heeft aangeboden over cybercriminaliteit. En ook heeft gewezen op hoe je die cyberveiligheid kunt vergroten. Met scholing, liefst al zo vroeg mogelijk. Dus dit is een zaak, net zoals je je huis goed moet afsluiten, je portemonnee niet in de achterzak stopt met het knoopje open en dan verbaasd bent in een hele grote groep. Hoe idioot het ook is als het gebeurt. Je wordt niet geacht dat je portemonnee wordt gestolen, dat is niet normaal. Maar het gebeurt wel. En waar de gelegenheid dief maakt in het fysieke domein, geldt dat dus ook voor het cyberdomein. U zegt we moeten alert zijn. Wat betekent dat dan in praktijk? Nou, bijvoorbeeld, hoe ga je? Ik ben
Je kunt zichzelf voorstellen dat je dus heel scherp bent op wat je ook gisteren zag bij die hack die RTL deed. Dat je, het begint er natuurlijk al mee dat je goed nadenkt over de persoonlijke beveiliging op je accounts, op je toegang tot social media, wat je doet op LinkedIn is of op Instagram of op Twitter. Dat je ervoor zorgt dat soort zaken zo goed mogelijk beschermd zijn. Je kunt daar met een aantal maatregelen al heel veel zelf doen. Maar er zijn natuurlijk zeer gesofisticeerde methodes om daar toch aan voorbij te gaan. En daar heeft de overheid natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid om daar ook in te investeren. Ik zie geen vingers. Oh, toch nog wel. Ja. Gaan we eerst naar de Telegraaf, komen we daarna terug bij jou. Meneer Rutte, de investering van 100 miljoen voor de extra medewerkers in het verpleeghuis, is dat niet gewoon een erkenning dat het kabinet op het verkeerde spoor heeft gezeten als het gaat om de bezuiniging op de ouderenzorg van de afgelopen jaren? Nou, er is alleen maar extra geld in de afgelopen jaren naar de zorg gegaan, vele miljarden. De totale zorguitgaven staan op dit moment op 95 miljard. Daarmee zijn we nummer 3 of 4 in de wereld. Maar feit is wel dat in het bijzonder op het terrein van de ouderenzorg, en dat raakt, alle zorg raakt direct aan het persoonlijk leven van mensen. Als je naar het ziekenhuis moet met ernstige aandoeningen of met kleine of met een breuk of wat dan ook, is dat al van belang. Maar al helemaal bij verpleeghuiszorg, waarbij ouders of grootouders toe zijn, misschien in een fase van hun leven aan verpleeghuiszorg, dat zo goed mogelijk is, zo menswaardig is, dat mensen daar zoveel mogelijk op hun, op de manier waarop ze dat gewend zijn, het leven in die nieuwe omstandigheden kunnen voortzetten. En dan blijkt dus dat het kabinet voornemens was om te bezuinigen, een stuk te bezuinigen, hebben we niet gedaan, het is geschrapt. Dat is de geschrapte bezuiniging voor 2017. En dat we daarnaast, daarbovenop dus nu, extra geld steken om vooral op die huizen waar dat nu extra nodig is, om die extra te ondersteunen. Veel mensen hebben toch weinig ervaren van het feit dat u zegt dat er vooral extra geld bij is gekomen. Er is in het persbericht ook niet voor niks een speciale vermelding voor het manifest van meneer Borst en mevrouw Gamers. We kunnen ons ook nog herinneren dat de vader van de staatssecretaris zijn beklag deed in de media over de kwaliteit. U doet het nu een beetje voorkomen alsof het kabinet altijd op de goede weg is geweest. Maar volgens mij was het toch echt de maatschappelijke druk geweest die uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat het nu wat gebeurt. De gezondheidszorg is iets essentieels in het leven van ons allemaal. Dus als je vraagt aan mensen hoeveel geld moeten we daaraan uitgeven, dan zullen mensen eigenlijk bijna altijd zeggen dat is onbeperkt. Maar als regering moet je keuzes maken in schaarste. En de keuze die deze regering heeft gemaakt is om niet te bezuinigen op de zorg. Maar er wel voor te zorgen dat de uitgaven voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van de ziekenhuizen, enigszins onder controle te houden zijn. Dat is gelukt. Die groeien nu ongeveer mee of iets minder mee of ongeveer mee met het nationaal inkomen. Terwijl ze een paar jaar geleden nog 2 keer zo snel groeiden. We geven in Nederland bijna 10 miljard uit aan dit type zorg waar we het vandaag over hebben. 10 miljard van de 95 miljard. En dat is essentieel. Dat gaat om vele honderden en honderden verpleeghuizen in Nederland. Verzorgingshuizen, vooral verpleeghuizen waar mensen inderdaad zitten in een fase in hun leven dat ze daarop aangewezen zijn. En wat blijkt dan? Dat er een aantal huizen zijn, dat is onlangs ook uit inspectierapporten gebleken, waar echt extra geïnvesteerd moest worden om ze op niveau te brengen. Het kabinet heeft gezegd dat we er extra geld voor vrijmaken. Dat is gelukt, deze 100 miljoen te vinden, om die knelpunten aan te pakken. De keuze van het kabinet met betrekking tot de ouderenzorg van de afgelopen 4 jaar zijn dus terecht en goed geweest, begrijp ik. Ach, weet u, een kabinet wat hervormt, wat zo'n beetje ieder maatschappelijk arrangement heeft moeten aanpakken in de afgelopen jaren om dit land sterker uit de crisis te laten komen, de economische crisis aan te pakken. Daar zullen ongetwijfeld dingen zijn waar je kritiek op kunt hebben die anders hadden gemoeten, dan stuur je ze ook bij. Maar wat het betreft de verpleeghuiszorg, daar hou ik echt op staande dat dit kabinet in algemene zin om de zorg niet heeft bezuinigd. Ten aanzien van de verpleeghuiszorg steeds heeft gezegd dat is heel essentieel. Maar er stond wel voor 2017 een forse bezuiniging ingeboekt. Die hebben we ook geschrapt. Dus die hele bezuiniging van 500 miljoen is van de baan. Omdat we zeiden dat gaan we niet doen. Dat is zo'n essentiële vorm van zorg. Daar gaan we niet op bezuinigen. Dat was de begroting 2017. Daarnaast geld nodig om een aantal extra accenten te zetten. Ja, maar kunt u toch nog proberen om antwoord te geven op de vraag? Nee, die vraag kan ik niet beantwoorden. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, joh, met al die veranderingen die je hebt gedaan, in dat hele grote domein van de gezondheidszorg ging het daar en daar net niet precies zoals je wilde. Ongetwijfeld is dat zo. Maar als je als kabinet over een
over de volledige rijksbegroting zoveel hervormingen doorvoert, dan moet je altijd bereid zijn om, als dingen niet helemaal goed gaan, ze weer bij te sturen. Nou, heel specifiek op het gebied van de verpleeghuiszorg speelt eigenlijk iets heel anders. Namelijk al een veel langer lopend debat over de kwaliteit van die verpleeghuiszorg. En wat kun je doen om verpleeghuizen die net niet aan alle eisen voldoen, om die met extra investering te ondersteunen. Dat doen we hier. En wat is tot slot het vervolgtraject nu? Want de heer Borst en mevrouw Gamers hebben al laten weten dat ze het meer als een eerste stap zien en de kwaliteit in de gaten blijven houden. En er ook bovenop zullen zitten om te zorgen dat de zaken echt op orde komen. Is het met 100 miljoen klaar of komt er nog meer? Nou, deze 100 miljoen is heel specifiek bedoeld om, en ook dat raakt natuurlijk helemaal aan het manifest van de heer Borst. Mevrouw Gamers, dit raakt direct aan een aspect daarvan. Daarnaast gaat het manifest over nog heel andere zaken. In belangrijke mate zullen dat ook zaken zijn die wel of niet aan de orde komen in een kabinetsformatie. De begroting voor 2017 is aangenomen door beide kamers. Daar geven we bijna 100 miljard uit aan de zorg. En terecht, belangrijk onderwerp. En dit is een extra 100 miljoen investering om verpleeghuizen waar dat extra noodzakelijk was, om die extra te ondersteunen. Maar is dit dan tot slot, de eerste stap? Dit raakt één specifiek aspect. Het is op dat aspect doen we nu wat nodig is. Daarnaast dat manifest behelst meer zaken, maar dat zal wel een zaak zijn van de formatie en van de kiezingsprogramma's van politieke partijen. Dank u wel. Gaan we naar jou. Meneer Rutte, er is vandaag een rapport naar buiten gekomen vanuit de top van het OM en de politie, waarin staat dat er 5 keer zoveel misdrijven zijn als uit de officiële cijfers blijkt. Wat zegt u dat? Ja goed, die cijfers op zich zijn natuurlijk niet nieuw. We hebben ook bij de presentatie van de jaarcijfers over 2015 en 2016 is duidelijk geworden dat er problemen zijn met cybersecurity, met het ondergronds gaan van het zich steeds meer verschuilen van ondernemende, ondermijnende criminele activiteiten. Wat je als kabinet dan moet doen, als Rijksoverheid, is ervoor zorgen vanuit onze eerste verantwoordelijkheid die we hebben, dit land veilig houden. Is zorgen dat er genoeg geld is, dat er genoeg middelen zijn, dat er genoeg wetten zijn, de goede wettelijke instrumenten zijn. Dat doen we ook. We steken in 2017 bijna 500 miljard weer extra in de veiligheid. Het rapport laat ook zien dat het niet klaar is. Dit rapport is voor de formatie. Het laat zien dat ook in de komende jaren het bijblijven, het constant het been bijtrekken bij hoe criminaliteit bezig is te vernieuwen, helaas. En dat je dus als overheid daar steeds op moet inspelen en voor moet zorgen dat je een stap voor blijft. Dat niet klaar is. We krijgen ronkende persberichten vanuit het ministerie van Justitie dat die criminaliteit maar blijft dalen. Zitten ze daarmee dan verkeerd? Nee, wat dit laat zien is dat criminaliteit zich verplaatst. Dat er altijd een kwestie is van niet doen van aangifte. De meeste mensen zullen in de meeste gevallen aangifte doen, al was het maar omdat de verzekering dat vereist, bij inbraken, bij andere type schade. Maar er zijn ook gevallen waarin mensen dat niet doen, dat weten we ook. En er zijn ook situaties waarin criminaliteit zich verplaatst. En wat je als overheid moet doen, is dus constant zorgen voor genoeg geld, voor genoeg ondersteuning, voor de best opgeleide professionals. We hebben een van de beste politiemachten in de wereld. We hebben hele goede brandweer, hele goede ambulancediensten. Hele goede veiligheidsdiensten. We steken daar heel veel geld in. Ook volgend jaar weer extra 500 miljoen. En ook zeer terecht. Maar je zult dus altijd bezig moeten zijn in het belang van veiligheid. Primaire levensbehoefte, dat mensen zich veilig kunnen weten in hun land, in hun buurt, in hun huis. Om de criminelen een stap voor te blijven. Maar zijn die cijfers dan alarmerend? Ja, dit is, ieder jaar zien we dat die criminaliteit zich verplaatst, verandert. Die speelt in op wat de overheid doet. Dus als wij investeren en zorgen dat we, zoals we nu extra geld aan het uittrekken zijn, forse extra bedragen om de drugscriminaliteit in Brabant aan te pakken, zul je ongetwijfeld over 6 maanden een rapport zien dat die drugscriminelen bezig zijn om zich op een andere manier te organiseren. En wat wij steeds moeten doen, dat is de taak die de overheid heeft, is een stap voor te blijven. En als we denken, hé, hier dreigen we die stap niet voor te blijven, hier dreigen we op achterstand te komen om extra investeringen te doen, extra maatregelen te nemen. Maar als het aantal geregistreerde misdrijven ongeveer een kleine miljoen is, en in daadwerkelijk volgens het rapport zijn het er 4,5 miljoen. Ja, wat vindt u daar dan van? Die trend zien we al veel langer. Daarom steken we ook zoveel geld erin. En dat heeft te maken met mensen die geen aangifte doen, of mensen die wel aangifte doen. Of dat doen vanwege, de meeste mensen dat doen vanwege de verzekering. Dus dat is niet nieuw. Daarom steken we ook ieder jaar meer geld in die veiligheid. Nee, het is niet nieuw, maar het is wel voor het eerst dat de top van het OM en de politie het zegt. Dus nee, dit is een trend die we al jaren zien en waar we ook ieder jaar zoveel geld steken in veiligheid in Nederland. 10 miljard.
En ook voor volgend jaar weer een 500 miljoen extra. U zegt eigenlijk, er is niks nieuws onder de zon. Nou, het is een trend dat die criminaliteit verandert. En dat je als overheid, en wij allemaal als samenleving, we hebben het net gehad over cybercriminaliteit. Maar het andere aspect wat ik noemde is die drugscriminaliteit in Brabant en Limburg. Die verandert. En dus zul je iedere keer moeten investeren in instrumentarium, in middelen. En dat OM en politie daarin meedenken is cruciaal. Ja. We hebben die adviezen nodig. Zij zeggen ook, er is meer politie nodig bij en meer capaciteit ook bij justitie. Is dat zo? Zijn er meer agenten nodig? Nou, wat we gedaan hebben nu in de begroting voor 2017 is meer dan 200 miljoen extra uitgetrokken voor de politie. Dat is ook een nadrukkelijk verzoek van de politie zelf geweest. Er is heel extra fors geld uitgetrokken voor het Openbaar Ministerie. Dus voor 2017 loopt dat. Waar dit rapport over gaat, is de formatie. Wat is er de komende jaren nodig? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren het noodzakelijk zal zijn om heel fors extra te blijven investeren in veiligheid. Dat zal natuurlijk een zaak zijn van de formatie, maar gaat u er maar vanuit dat mijn partij, maar ik denk ook andere partijen, daarop zullen inzetten. En dan dit soort rapporten zullen gebruiken om verstandig beleid te voeren, bouwend op wat dit kabinet gedaan heeft. En even heel concreet die vraag, betekent dat dan meer agenten? Ik waak een beetje voor het beantwoorden van die vraag, omdat het opleiden van agenten is heel belangrijk. Maar je zult ook moeten kijken wat je verder moet doen. We hebben het net over cyber gehad, we hebben het gehad over zware criminaliteit, verschuiving van criminaliteit. Dus je moet vooral kijken hoeveel geld is er nodig om dat hele brede aspect van veiligheid aan te pakken. Zijn er dan extra agenten nodig? Nou, dan moeten die er uiteraard komen de komende jaren. Maar dat zal moeten blijken uit de analyses die je maakt op basis van dit soort rapporten. Dus waar een aantal jaar geleden het vrij digitaal kon zijn, er is meer criminaliteit, dus meer blauw op straat, zie je nu dat de criminaliteit zo verandert en zo moderniseert, zou je kunnen zeggen, en zo innoveert, dat wil je ze voorblijven, dan zul je dus moeten blijven investeren in een veel breder palet aan maatregelen. Kijk, als punt maak je inleiding, geld niet alleen, dat is niet genoeg, dan moet je elkaar ook meer aanspreken, meer opvoeden. Waarom gebeurt dat volgens u dan niet? Waarom gebeurt dat onvoldoende? Ik heb daar ook niet alle antwoorden op, maar het verbaast mij. Het verbaast mij dat maatschappelijk debat gaat terecht over wat moet de overheid doen. Dat vind ik ook terecht. Hè? Van geld en wapens en uitrusten van de politie. Dat is volkomen terecht. Maar er is ook nog wel een ander aspect en dat mis ik in het publieke debat. En dat benoem ik hier. Namelijk dat je als hufters in deze samenleving een vinger uitsteken. Wat we gezien hebben op die oudejaarsavond aan ambulancepersoneel wat met vuurwerk werd bestookt. Mensen die bezig waren een containerbrand op te lossen en in elkaar werden geslagen. Brandweerlieden die het werk onmogelijk wordt gemaakt. Dat vind ik totaal onacceptabel. En ik denk dat het overgrote deel van weldenkend Nederland, wat ik wel eens genoemd heb, die grote stille meerderheid van Nederland die gewoon hard werkt en zich inzet voor dit land, dat totaal onacceptabel vindt. En wat moet je dan doen? Natuurlijk, de overheid heeft er zijn taak in. Maar ook de vrienden, de familie, de ouders van dit tuig wat dat doet. Die hebben er ook een verantwoordelijkheid in. En het verbaast mij dat we op een of andere manier dit blijkbaar zo normaal vinden dat we dat niet eens meer benoemen. Maar u heeft dus geen idee hoe dat komt. Kijk, ik heb het vaker gezegd. Als minister-president normeer ik ook. Het is niet alleen dat ik wetten maak. Ik kan geen wet maken die zegt, u zult uw kind opvoeden. Ja, je kan in het uiterste geval, heb je al juridische mogelijkheden om in te grijpen als een opvoeding totaal fout loopt. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat er hier om dat een samenleving het nodig heeft. En ik denk dat het overgrote deel van Nederland het met mij eens is. Dat ja, de overheid hier een taak heeft. Maar dat er ook een taak ligt bij de directe omgeving van de lieden die dit doen. Die moeten worden gecorrigeerd, die moeten worden aangesproken, die moeten worden opgevoed. En ook dat is een onderdeel van de oplossing. En het hier benoemen en ervoor zorgen dat het maatschappelijk debat ook daarover gaat, en daar gebruik ik u dan ook maar een klein beetje voor, dat is eenmaal de wisselwerking die we hier iedere vrijdag hebben, dat is ook een onderdeel van de oplossing. Ik zie geen vingers meer, dus wens jullie alvast een goed weekend. Oh, nog één vraag. Excuses, ja. Ik heb het je niet gezien. Hoe denkt u dat de padstelling over de kolencentrales te kunnen doorbreken, meneer Rutte? Ja, ik heb de berichtgeving in het FD daarover gelezen gisteren. En die laat ik even wat die is. Wij proberen er zo snel mogelijk uit te komen. Maar ik heb daar nu geen nadere berichten op. Ja, kunt u wel zeggen of het inderdaad dan volgende week vrijdag een klap opgegeven kan worden? Mijn streven is altijd om stapel stukken op het bureau zo dun mogelijk te laten zijn. Dus we proberen dat al zo snel mogelijk. Maar ik prik me niet vast op een datum.
Maar het is wel zo dat Dijksma geen genoegen neemt met geen sluiting van de kolencentrale. Er moet op zijn minst één centrale gesloten worden. U weet mijn aanpak al 6,5 jaar dat ik heel graag uitdraag welke besluiten we nemen. Maar zolang de besluitvorming nog in de fase van de besluitvorming is, ik daar liever niet over praten. Goed weekend.